We gaan de specialiteit van Flo gaan we maken. Een gebrasseerde kalfsborst. Een kantgebakken kalfsvezerik. Met paddenstoeltjes. En daarbij komt wat aardappel, mousseline en wat slottenkompot. We gaan om te beginnen gaan we de kalfsborst licht zouten. Dat is een mooi stuk kalfsborst uit het middenweg gesneden van ongeveer 800 gram. Geschikt voor 4 personen ongeveer. We strooien met wat gehakte tijm en gehakte rozemarijn. Een beetje peper. Witte peper. Daarnaast hebben we de kalfsvezerik. Een mooi stuk hard zwezerik. Je hebt keelzwezerik, hartzwezerik. Hartzwezerik is het mooiste stuk zwezerik. Die gaan we pocheren in een pannetje met het water en een klein beetje zout. Als je hem rauw zou snijden en zou bakken, krijg je nooit zo mooi krokant als je hem eerst van tevoren pocheert. Die gaan we licht pocheren. Dat betekent op ongeveer 90, 95 graden langzaam gaar laten worden. En dat zal ongeveer 10, 15 minuutjes duren. Dan gaan we de kalfsborst gaan we licht aanbraden in wat maïskiemolie. Het is mooi aan beide zijden disgroeien. En dit is om de smaak van de kruiden, van de zout en peper meer in het vlees te laten trekken. Dan gaan we het bouquet garnier gaan we toevoegen aan de kalfsborst voor de smaak. Wat wortel, wat gesneden uien, wat prei, wat knolselderij. En dan komen wat gestoten peperkorrels erbij, wat tijm en wat rozemarijn. Even lekker aanbakken en alle aroma's goed kunnen verspreiden. Het mooie van zo'n groot stuk vlees is dat je hem in één keer braadt voor 4-5 personen. Dat je hem in het geheel brasseert. Dus op lage temperatuur langzaam gaar gaat maken. 3-4 uurtjes ongeveer. Op 150 graden. En vervolgens laten we hem afkoelen en dan kunnen we hem heel mooi snijden. En dan heb je dus gelijk voor de hele familie een lekker vleesje. Dan gaan we afblussen met rode wijn. Zeer sterk kalfsbouillon. Van een hele mooie knoken en hele mooie kalfsbeenderen getrokken met een bouquet garnier voor 24 uur. Vervolgens gepasseerd en gereduceerd tot er echt een dikke, stevige chitevol ontstaat. Door de gelatine in de kalfsbotten zal de fond hard worden. Zodoende kun je mooi breken in stukjes voor de saus of nu meekoken met het kalfsvlees. Dat is als het ware een ambachtelijk bouillonblokje. Het vlees haal je uit de pan, doe je in de ovenschaal vervolgens de groentes en de rode wijn erbij. Dan degraseer je de pan met het water. Dan voel je het op dat die onder het vocht staat. Vervolgens afdekken met aluminiumfolie. Dan gaat hij de oven in voor ongeveer 4 à 5 uurtjes. Op een lage temperatuur, dus ongeveer 130, 140 graden Celsius. Dus je braadt hier lekker zijn eigen vocht en in zijn eigen vleessappen wordt hij gaar gestoofd. Dus we gebruiken een combi-steam apparaat. Maar thuis kun je het ook gewoon in een normale huistuin en keuken oven doen. Echt niet stoom of echt geen propelletje of iets in te hebben. Het kan gewoon als het 30 graden is, op een lage temperatuur, kun je het gaar maken. Maar we gaan dus straks bij 4 uurtjes gaan we even checken hoe gaar het vlees is. En als het nog niet, iedere kalfsborst is anders. De ene is gaar in 4 uur en de andere is gaar in een uur of 5, 6. Dus gaan we checken of hij goed gaar is en dan gaan we het uithalen. Ondertussen is de zwezerik langzaam aan het pocheren. Is dus tegen de kook aan lekker aan het gaar worden. We gaan modultjes saus maken bij de gebrasseerde kalfsborst. Gedroogde modultjes zijn al geweekt. Die gaan we in een pannetje doen. De verse modultjes zijn heel mooi om te bakken in het seizoen in het voorjaar. Maar gedroogde gebruiken we altijd voor de saus, omdat ze veel meer smaak afgeven aan de saus. Vervolgens gebruiken we een beetje room, van normale slagroom. Komt er een stukje jus de vol bij, een klontje boter. Gaan samen in het pannetje. En dan gaan we ongeveer 3 à 4 minuutjes koken, met alle smaken goed vermengen. Vervolgens gaan we het vlies eraf halen en dan in mooie plakken snijden. Dan gaan we van 4 personen uit van 2 plakjes, mooie plakjes per persoon. We gaan maar paddenstoeltjes serveren, gebakken paddenstoeltjes serveren bij de kalfsborst met de kalfsvezerik. Ik heb wat pleurot, wat oesterzwammetjes, wat shiitake en wat champignons. Die gaan we iets kleiner snijden. Dan de shiitake, gaan we het steeltje afhalen. Snijden we er vanaf, in één keer in het midden. Dan de champignon,
Een kasteeltje afsnijden. Nog een beetje in het midden. Heb ik hier ingekookte modeltjessaus. Dus de modeltjes hebben hun smaak afgegeven. En gemengd met de jus d'avot, de room en de boter. Ga ik hem passeren door een fijn zeefje. Een bolzeef. Dan houd de modeltjes apart als garnituur. En de saus ga ik op smaak brengen met wat zout en peper. En een klein beetje citroensap. De tafelmixer gaat er even in. Om luchtig te maken. Dit is dan het gegaarde kalfsbos. Net uit het jus gehaald. Hij heeft het mooiste is om na 4-5 uurtjes hij hem uit de oven. Als hij gaar is, laat je hem 24 uur rusten in het eigen vocht. Vervolgens haal je hem eruit. Dan is hij mooi stevig geworden. En dan kun je hem gaan snijden en eventueel overtollig of te veel vet verwijderen. Hoe meer vet aan het vlees zit, hoe meer smaak het vlees heeft. Dus daarom is het lekker om altijd die vetstukken gewoon lekker mee te bresseren. En na de tijd pas te verwijderen in plaats van voor de tijd. Dan gaan we dit mooie pakje snijden. En met een beetje jus, die we dus overgehouden hebben. En dat gaan we verwarmen op 140 graden in een stilstaande oven. Voor ongeveer 5 à 10 minuutjes dat het lekker warm is. We gaan de zweestrik gaan we zouten en peperen. Vervolgens gaan we die dus licht bloemen. De functie van de bloemen is dat er een mooi krokant laagje omheen komt. Ik ga de zweestrik gaan krokant bakken in de hete maïskiemolie. Gelijktijdig gaan we de paddenstoeltjes bakken in maïskiemolie met een klein klontje boter. De olie is voor de hitte, dat het niet gaat verbranden en de boter is voor de smaak. Gaan de paddenstoeltjes een beetje zout en peperen. Paddenstoelen lekker bruin bakken. Dat ze mooi hun eigen smaak afgeven en een goede combinatie gaan vormen met de kalfsborst. En op het laatste moment voeg ik nog, als de paddenstoeltjes helemaal klaar zijn, een klein beetje bieslook toe. Om een beetje de frisheid te accentueren van de paddenstoeltjes. De zweestrik bakken we in olie. Als je normale boter gebruikt, dan krijg je heel snel zwarte, donkere stipjes. Dan bakt hij niet mooi egaal. Als je hem alleen in olie bakt, krijgt hij een hele mooie egale kleur. Het is een mooi krokant van buiten en mooi zacht van binnen. Dat is een soort frituur in een dun laagje olie. We gaan dit gerecht serveren met een shallottenkompot. En die hebben we gemaakt door shallotten te bakken, licht karamelliseren met een klein beetje suiker. Vervolgens afgeblust met een klein beetje jus d'avot en rode wijn. En langzaam gaar gestoven met zout en peper. En een aardappelmousseline. Aardappeltjes lekker gaar gekookt. Vervolgens warm gepureerd. En met warme melk en boter gemengd. En zout en peper op smaak gebracht. We kunnen gaan opdienen. Ik ga al de gedroogde modeltjes die warm uit de saus gekomen zijn. Ga ik als garnituur gebruiken. Vervolgens gaat de shallottenkompot in het midden van het bord. Daarop komen de verwarmde stukjes kalfsborst. Daar gaan we de aardappelmousseline mooie knelletjes van maken. Iedere keer nadat je hem een knelletje op het bord gelegd hebt, doe je heel even het lepeltje nat maken, zodat hij mooi er vanaf valt. De paddenstoeltjes bovenop het vlees. Daarop de krokant gebakken zweestrik. Het sausje gaan we even schuimig roeren met de staafmixer. En voor het gerecht dresseren. Dit gerecht is het signatuurdish van Flow Amsterdam. De gebresseerde kalfsborst op een bedje van kompot van shallotjes. Daarop gebakken paddenstoeltjes, krokant gebakken kalfsvezerik en modeltjesaus.